Landgoed IJsselvliet, altijd bijzonder. Landgoed nabij Wezep. Willen u graag even meenemen op deze avond, kijken wat er bloeit en groeit in de binnentuin. Gaat u mee? De roos, de bloemen onder de bloemen. Dus kijken hoe prachtig dat deze hier groeit. Volop in de knop, mooi tegen de muur aan, krijgt hij extra warmte van. De muur die neemt warmte op, geeft het 's avonds weer terug. Ja, dan doet hij het echt geweldig op zo'n muur als hier of van het koetshuis. Ik had het net al even over het koetshuis. We zijn even naar binnen gelopen en we komen dus hier midden in het koetshuis waar de paarden gestaan hebben. We kunnen hier de paardenboxen zien met allemaal nog het hang- en sluitwerk. En dit is authentiek, gerenoveerd met de ouderwetse kleuren weer. En hier stonden dus vroeger de paarden in en hiernaast stonden dus de koetsen in. Wat we dus net in en uit zagen vliegen is de boerenzwaluw. De deuren staan hier altijd los van het koetshuis. Dus de vogel kan in en uit vliegen, kan insecten vangen. Kan je boven de waterplas vijverpartijen kan die de insecten vangen. En zo kan die, als de jongens straks geboren zijn en groot worden, in en uit vliegen. Om de jonkies te verzorgen. En we kunnen dan hier op de grond nog een kartonnetje zien. Dat nest is in ieder geval goed bewoond, want onderaan ligt poep. En dat valt dan niet op de stenen, maar op het karton, zodat de boel niet smerig wordt en dat je het zo kunt schoonmaken en weggooien. Bij het koetshuis stonden dus rozen. Ik zie hier ook nog een roos staan. Dat is iets verder al in de tijd. Dat is wel mooi. De regendruppeltjes zitten erop. Ja, we kunnen zien dat het een klimroos is. Er zit een raamwerk tegen de muur aan en dan wordt die tegen aangeleid. En dan kan die eigenlijk als een waterval langs de muur heen groeien. Hey, even kijken, dit lijken wel citroenen. En die bloeien. Die zitten er ook nog aan. Citrusfruit. Dat is wel grappig. Toch wel helemaal prachtig om te zien hoe het bloempjes hier te zien zijn. Geweldig. Een overvloed van bloemen. En als we dan goed kijken, daar hoeven we eigenlijk helemaal niet zo ver voor te zoeken, dan kunnen we hier de citrusvruchten en de citroen nog zien. Doet het toch altijd goed in Nederland. Het enige nadeel van deze kuiplanten is dat ze strenge winters niet overleven. En dan moeten we ze dus binnenzetten, dat ze vorstvrij kunnen overwinteren. En dan van vroeger uit was het belangrijk, als je hier van adel was en je had een landgoed, kuiplanten van eigenlijk over heel de wereld, kon je hier tentoonstellen aan je bezoek, je visite, dat je kon zeggen van, nou jongens, ik ben hier of daar geweest. Dit heb ik toch maar even mooi op mijn landgoed staan. Ja, hebben we net het koetshuis gehad. Het landhuis van IJsselvliet komen we zelf nog even. En dan hebben we hier ook nog een gebouw staan. 1926, de graaf van Limburg-Stirum deed hier zijn zaken met de boeren. Want je kunt wel nagaan, kom je van het land af en je loopt door de blubber heen. En dan over het tapijt in het landhuis te lopen, dat gebeurde dus niet. Vandaar deze woning waar vroeger dus de papieren zaken, de financiële zaken werden afgehandeld. Is onlangs gerenoveerd, want dat kunnen we dan wel mooi zien aan deze poeren die hier staan. 2012 gerenoveerd. En dan wat echt wel de moeite waard is, waar we even bij stil kunnen staan, is het wapen wat we hierin gefreesd zien. Of gehakt, zal wel gehakt wezen. En dat komt dus terug op het wapen wat we dus op het koetshuis zien. En dat is daar bovenop het dak, de windwijzer. En daar zit dus ook het familiewapen in. En dat kunnen we dus hier ook toch wel mooi zien. En dan het getal 2012 dat het gerenoveerd is. Als we de binnentuin in lopen, komen we hier nog langs de walnoot. Kunnen we de walnoten al, die kunnen we hier bovenaan zien groeien. Werden vroeger altijd bij de boerderijen aangeplant. En waarom? Ze verspreiden de geur die de vliegen verjaagd, zorgen dat die niet te kort bij het bedrijf komt. Maar als je dan natuurlijk een agrarisch bedrijf hebt met koeien, heb je ook last van vliegen. Daarom staan 9 van de 10 boerderijen, werd er vroeger altijd een walnoot aangeplant. En dan zwaaien we nog even door naar de andere kant. Dat is een tamme kastanje. Als we hier in de herfst komen, dan ligt het hier bezaaid met de vruchten, de tamme kastanje. En die zijn dus eetbaar. Is geen familie van de kastanjeboom. Dus dat zijn wel twee soorten.
En deze is dus door de mens eetbaar. En hij is erg lekker als je hem een beetje warm maakt. Even in de koekenpan, als het ware roosteren. En we kunnen eigenlijk wel de bloeiaren zien. En dat zijn eigenlijk die lange stengeltjes. Moet ik even kijken of die al gebloeid hebben. Of dat die nog moet bloeien. Hij moet nog bloeien. Ja. Dus dit is de tamme kastanje. Gaan we nu de binnentuin in. En dan gaan we kijken naar welke bijzondere bomen dat hier staan. Vroeger als landgoedeigenaar was het toch wel bijzonder en goed dat je aan het, ja, de visite en de bezoekers van jouw landgoed kon laten zien van, nou jongens, dit is mijn goed en dit groeit en bloeit hier ook. En dat haalde je dan van heel de wereld. Dan heb je de waterlelie bloeit hier ook mooi. En als je kijkt van hoe helder dat water is. Aan de linkerzijde van de brug kunnen we een prachtige groene gordel van rhododendron zien. Zijn helaas uitgebloeid. Doet het altijd goed. Een groene buffer was vroeger wel belangrijk. De Zuiderzee reed men vroeger met paard en wagen en de tram. Het was allemaal wat langzamer. En dan was het toch wel belangrijk dat men van de openbare weg jou niet kon zien op jouw eigen landgoed. Dat je van adel was. Dus het was eigenlijk een camouflage. Het was ook een dankbare plant. En hij kwam ook een beetje naar voren toe dat het een dure plant was. Dat mocht gezien worden. En voor de kleur natuurlijk in het voorjaar allerlei kleuren. Echt een prachtige bloemenzee. En ja goed, het is nu helaas uitgebloeid, maar met de weerspiegeling in het water altijd een mooi beeld. En we staan hier dus bij de mammoetboom, Sequoia dendron gigantium. En de naam gigantium, dat is dus al afgeleid de Nederlandse naam mammoetboom. Groot en hoog. Bijzondere van deze boom, dat hij bosbranden kan overwinnen. Waar die staat in het Noord-Amerikaanse gedeelte. Daar overwint deze de bosbranden. Dit is een bast. Daar kan je tegen aanboksen. Als je dat bij een eik of een beuk doet, dan heb je je knokkels al pijn gedaan. Dit is een sponsachtige schors. Kan wel 20, 25, 30 centimeter dik wezen. En dit is dus hittebestendig. Het is vuurvast. Het zal natuurlijk wel een beetje zwart verblaken, maar de boom verbrandt niet. En daarom kan deze de bosbranden overwinnen. In Amerika heb je wel bomen die, wat ze metingen hebben gedaan, die misschien wel 2000 jaar oud zijn. Die zijn dan ook 100 meter hoog. En deze boom is rond 1900 hier aangeplant. En is, ik denk 30, 35 meter hoog. En dat is ook zijn max wat hij hier in West-Europa haalt. En dit zijn dus de kegels van de mammoetboom. Zitten de zaden in. En die hebben dus warmte nodig om te kiemen. En dat is dus weer de bosbranden die daarvoor zorgen. De zaden zijn warm geworden, komen ze op de grond en dan kiemen ze en dan komen er weer jonge mammoetboompjes tevoorschijn. Even kijken wat er achter de taxushaag te zien is. Vroeger waren een aantal dingen belangrijk op een landgoed. Je kon dus pronken met de tuin. Deze binnentuin is aangelegd in Engelse en Franse landschapstijl. Dat kunnen we dus herleiden aan de buxussen, de rozen en de vrijstaande bomen. Maar je moest vroeger natuurlijk ook voor je eten en drinken zorgen. Drinken, dat was in de vorm van melk en andere zuivelproducten die je dus bij de pachtboerderijen vandaan kon krijgen. En dan fruit en groentes. Die teelde je zelf, vandaar dat hier nu nog een oude perenboom staat. En zo kon men dus vroeger zichzelf voorzien van eigen fruit. En dit is dus een peer. We hadden het net over de kuiplanten. Dit is authentiek van het landgoed en dit is dus de orangerie. Hier werd vroeger de kuiplanten in overwinterd, vandaar de naam orangerie. Zag het er wel anders uit. Het is nu een recreatiezuil voor de mensen die hier dus een weekje vakantie hebben. Vroeger was er nog een druivenkast bij aan één kant en een glazen kast waar dus met de winterdag de kuiplanten in konden worden overwinterd. En wat ook een mooie bijkomstigheid is wat we nu kunnen zien, waar ik het al over had met een kassen gebeuren wat hier stond. Dit is nog de oude muur, stonden pilaren op, was afgezet met glas en dat was dus de druivenkast en de ruimte waar dus de planten in konden overwinteren. We hebben het net al eerder gezegd, de muur. Hier zijn raamwerken tegenaan gezet met lijfruit.
Waarom is hier lijfruit tegenaan gezet? Als de zon schijnt, met een mooie zomerdag, avonden worden nog wel eens wat koeler en killer. Dan neemt de muur warmte op en die laat dat eigenlijk in de nacht langzaam afstromen. Dat het koeler wordt en dan de warmte die komt vrij. En daar profiteren dus deze vruchten en boomsoorten van. Dit is wel een bijzondere en dit is de vijg. Maar deze gaan hier optimaal groeien. Lekker tegen de muur aan. Hier op de muur komen we een paardje nijlganzen tegen. Tenminste, er zit er één op de muur. En er zijn er net onder de muur, na de vijverpartij, een oude met jonkies weggelopen. En de naam nijlgans is afkomstig van de Nijl, Egypte. En dit is dus een exoot. Hoort hier eigenlijk niet van origine in Nederland thuis. Is ooit een keer ontsnapt uit een foyer. Er komt er een overvliegen. Oh, nog één. Dat zijn indringers. Die gaan zich even territoriumgedrag van wegwezen jullie. Hier heb ik de jongen grootgebracht. Hier heb ik mijn voedsel. En daar horen jullie niet thuis. En dat verdedigen ze ook wel op een agressieve manier. En dat is dan ook eigenlijk een nadeel. Ze zijn te indringend voor de vogels die hier van origine thuis horen. En ze verjagen dus alles. En dat gaat eigenlijk een beetje ten koste van de soorten die hier van nature thuis horen. We hebben geluk. Deze boom die bloeit volop. En dit is de Liriodendron tulipifera. En de naam tulipifera, dat kunnen we dan al een beetje herleiden dat het de tulpenboom is. Dan kan ik jullie op deze manier goed laten zien van waarom dat het de tulpenboom wordt genoemd. Hij bloeit in eind mei tot en met half juni, laatste week juni. En we kunnen dus nu een weelderige bloemenfestijn zien. Ze zijn wel een beetje op een terugweg, maar we kunnen er toch een beetje goed kijken. Hier zit er geel crème kleurige. Lijkt ook een beetje op een tulp. En dan het blad. Dat hoef ik eigenlijk niet verder te vertellen. Maar met een beetje fantasie, dan is dit een tulp. In het voorjaar wordt deze boom dan ook wel eens verward met de magnolia. En dat is dus de beverboom. En dit is dus de tulpenboom. Deze boom staat hier ongeveer vanaf rond 1900, dus een 100, 115 jaar oud. Is door toedoen van de graaf van Limburg-Stierum hier geplant. Want dat was weer status. Bomen, planten en struiken van heel de wereld zorgen dat jij dat op jouw land goed kreeg. En dan kon je er dus mee pronken. We kunnen nog in de boom zien dat die verankerd is met band. En dat is eigenlijk om de kroon bij elkaar te houden. Want als we aan de andere kant gaan kijken, kunnen we toch wel een scheur in de boom zien. En zouden we deze dus niet bij elkaar laten door band, dan zou de ene kant er al lang zijn uitgeklapt. Want die is wel zo zwaar, dat houdt hij dus niet. En dat kunnen we dus zien met die banden. Een laatste blik over de binnentuin. Prachtig. Hierbij sluiten we af. Graag tot een volgende keer bij een nieuwe aflevering van In Vogelvlucht.